Welkom bij de Crash Chat, de informatieve slagader van het Impressfest. Yes, Rick, gisteren heb je het alleen gedaan. Ja. Hartstikke goed. Ja, dat klopt. De keer daarvoor niet zo goed, toen was ik erbij. Daarom ben ik weer terug, want dan gaat het heel mooi. Goede televisie is het beste als het fout gaat. Rick, vanavond een hele mooie avond natuurlijk, want de Nederlanders, de voetbal, dat begint ook weer. Het WK de voetbal is weer begint het inderdaad voetbal weer. Is ja, weer de begonnen. Voetbal begint het weer. Het Nederlands elftal mag er weer voor. En er is ook nog van alles te doen vanavond, Rick. Ik zal even oplezen wat er op mijn blaadje staat. Na onze show is de showcase van Impress Records hier in de Impress Crash. De afstudeervoorstelling van Tess Moldmaker en Stefan Tiebe. Die zijn hier vanavond. En natuurlijk voetbal. Ja, voetbal. Je ziet er ook uit alsof jij heel erg veel zin hebt in voetbal. Ja, jij niet. Nee, ik niet. Dankjewel. Nee. Nee, we gaan het vanavond over van alles hebben aan tafel vandaag. We gaan het nog hebben met de mannen en de vrouwen over hun voorstellingen. We gaan het nog hebben met vierdejaars over hun eigen voorstellingen, hun proeven. Waarmee ze, als het goed is, zijn afgestudeerd. En we gaan nog wat muziek horen van onze eigen Ginger Beard. Heel goed. Aan tafel. Aan tafel. En we zijn aan tafel. Ja. En de mannenvoorstelling is heel keurig daar gaan zitten. We hebben de regisseur hier, dat is Sander. Met de speler, dat is natuurlijk Farah. En aan de andere kant de dames. Die mag jij van mij wel introduceren, dat is meer jouw vakgebied. Nou, dat is helemaal goed. We hebben hier twee actrices inderdaad. Lulu en Sarah. Nee. Srimi. Rimi en Sarah. Ja, dat is mooi. Nou, dit begint al heel fijn. Laten we het dan even hebben over iets waar je echt verstand van hebt, Rick. Dat is voetbal. Voetbal. Sander, heb jij veel verstand van voetbal? Nee. Helemaal niet? Nee, heel weinig. En jij vertegenwoordigt de mannen tijdens de mannenvoorstelling? Ja, dat klopt. Ja. Okay. Wie gaat er winnen vanavond? Spanje. Ondanks dat ze de Guzman hebben opgespeeld, wat vind je er trouwens van dat de Guzman is opgesteld? Is dat die cabaretje? En ik zak door de grond van schaamte. Fantastisch! Nee, is goed. Ja. Echt goed om te zien. De mannenvoorstelling, jullie zijn ruggengraat. En de daarop geïnspireerde naam voorgevel, dat klopt hè? Ja. Dat is echt geïnspireerd op ruggengraat. Ja, dat klopt. En waar gaat jullie voorstelling voornamelijk over? Over het vrouw zijn, wat dat nou een beetje inhoudt. En de clichés die worden natuurlijk ook wel een beetje getoond. Wat houdt dat in, vrouw zijn? Wat houdt dat in? Een hele hoop. Een heleboel. Ja, daar hebben we een hele handleiding voor gemaakt zelfs, voor de voorstelling. Die was zo ongeveer zo'n 5 meter lang. Dus ik kan het wel allemaal gaan opnoemen, maar of je te kopen, dat weet ik niet. Zou je toch aan onze? Okay. Denk het niet. En aan de andere kant, de mannen, slecht nieuws vandaag. Ja, zeker. De stekker gaat eruit. De stekker gaat eruit. Ja, klopt. Vanwaar deze beslissing? Waar komt het opeens vandaan? Gisteravond hebben wij de première gespeeld en dat ging ontzettend goed. Maar aan het eind van de voorstelling bleek er iets minder goed zijn te gaan. En deze held hier, die heeft een stuk glas in zijn voet gekregen, waardoor hij een behoorlijke snee heeft opgelopen. Wij spelen in de modderpoel. Ja. En we hebben geprobeerd alle rotzooi eruit te krijgen. Echter is er één klein glasschuifje overgebleven en die is onze voorstelling fataal geworden. Die heeft een wond in jouw voet veroorzaakt. Ja. Maar kwam je daar direct achter na de voorstelling of tijdens de voorstelling al? Nou, ik was na de voorstelling liep ik gewoon. Ik dacht, ik ga even kijken wat mensen ervan vonden. En ik denk, ik voel iets steken in mijn voet. Ik denk, wat is dat nou? Ik denk, het is vast een schammetje. En opeens ging ik weer kijken. Ik denk, het blijft wel doorsteken. En ik dacht, ik zag een stuk modder op mijn voet. En ik denk, wat is het nou? Dus ik kijk zo en ik haal het modder eraf en het bleef vasthaken. Ik denk, was het dus een stuk van mijn huid? En ik denk, en toen bleef het bloeden. En ik dacht, dat is niet goed. Dus dat. En hoe ga je daar op zo'n moment mee om, als regisseur? Koelbloedig. Heel mannelijk. Wat heb je gedaan? Zodra ik erachter kwam dat hij gewond was, was godzijdank een dokter in de house. Die stond er al bij. En die was de boel aan het verbinden, dus heb ik gedaan wat ik kon om te helpen. Dus het aanslepen van een shirt, om het af te winden, het regelen van water om Farah af te spoelen. Hij zat natuurlijk helemaal onder de modder. Ja. En het bellen van de dokterspost, dat hij daar zo snel mogelijk terecht kon. Om ofwel gelijmd ofwel gestikt te worden. Uiteindelijk hebben ze gewoon een stuk vel eraf gesneden, heb ik begrepen. Met verdoving hoop ik. Ja. Je liet mij net zien voordat we hier aan begonnen, je hebt een klein prikje in je arm. Wat is dat precies voor prikje? Een tetanus. Wat houdt dat in? Sorry, ik ben niet zo van de medische dingen, dus ik heb geen flauw idee. Ik weet het zelf ook niet. Ik denk omdat er modder en shit in zit, dat dat...
Heel mooi. We spelen ook met bier in de voorstelling, dus dat hele pool is gewoon echt best wel gewoon smerig eigenlijk. Ja. Dus dat kan ook door de bloed heen gaan en dan kan dan mijn hele poot eraf rotten. Dus moet ik er ja. Maar goed, dan heb je deze tegenslag natuurlijk. Ja. En dan moet je het de mannen gaan vertellen, want ik neem aan dat jouw beslissing is geweest uiteindelijk. Ja. Ja. En hoe vertel je de mannen dan, jongens, we gaan ermee ophouden, we stoppen? Hoe vertel je dat? Meteen op tafel smijten. Ja, ik heb het eerst met Marcella besproken. Marcella had eigenlijk al dezelfde keuze gemaakt, maar wilde dat bij mij neerleggen. In Marcella is de directrice van de school. Ja. Ja. En daarna heb ik met de jongens afgesproken om 3:00. En heb ik dat nieuws op tafel gelegd en uitgelegd van waarom ik die keuze maak. Ik wil geen acteurs meer verwonden door ze door te laten spelen net nadat dit is gebeurd. Ja. En dit is een vrij relatief kleine snee eigenlijk, maar voor hetzelfde geld gebeurt er iets ernstigers en moet er halverwege de voorstelling boel af worden geblazen omdat iemand moet afgevoerd worden. Ja. Daar zit ik niet op te wachten. Ja. En de spelers ook niet. Dus stoppen op het hoogtepunt, denk ik dan. Dat is zeer mooi. Ja. En de spelers reageerden begripvol. Ja, zeker. Ze snapten het. Ze waren ontzettend teleurgesteld natuurlijk. Ik bedoel, het is een hele vette voorstelling en de jongens die hebben er ook ontzettend veel van genoten. Dus dat is kloterig, maar ze snapten de keuze wel. Wordt u nog een keer gespeeld? Niet meer op Impress. Maar we hopen het nog wel. Ik heb de jongens een opdracht meegegeven. Denk na over wat is mannelijkheid en kom daar over 5 tot 10 jaar nog een keer bij mij op terug. En misschien hebben ze dan een antwoord gevonden. En kunnen dan moeten ze jou gaan bellen. Of bellen, mailen, faxen, postduif. Als ze te laat zijn, dan moeten we weer gaan opdrukken. Dus, sorry, dat begrijp ik niet helemaal. Moet je weer gaan opdrukken? Nou, we moeten elke keer als we te laat waren, moesten de leeftijd van de persoon die te laat was, moet de rest van de groep moeten opdrukken. En twee keer, dus de leeftijd. Dus stel twee keer. Ik was te laat, ik ben 20, nou dan was het 40 keer opdrukken. Ah. Dan moet ik in de midden staan en de rest van de jongens moeten eromheen en moeten opdrukken. En ik moet er naar kijken hoe hun dan aan het opdrukken zijn. Schuldig. Een hele mannelijke manier van laat komen. Hoe gingen jullie daarmee om? Als er iemand te laat kwam bij de vrouwen, wat was jullie methode? Dat was een kibbel. Ja, rollen achter elkaars rug. Dat is vader opdrukken. Nog mensen gewond ook bij jullie voorstelling? Of alleen last mentaal? Stembandjes, dat daar is het enige. Waar we over zingen. Ja. We hebben heel veel gezongen, dus de stemmen die waren allemaal een beetje dood. Ja. Verder geen ernstige verwondingen. Nee. Het is heel anders, hè. Kijk, de mannen, ik kan me voorstellen, is heel veel competitie. Klopt dat? Er zitten allemaal dingen in te vullen, hè? Ja, net gelijk. ik heb er een beetje gevoel bij hoe het proces bij jullie gegaan is. Laten we het daar maar op houden. Hoe was het eigenlijk om met alleen maar vrouwen? Ja, dat is ook wel competitie hoor. Ik heb hiervoor een voorstelling gemaakt met alleen maar mannen. En nu met alle vrouwen. En ik merk gewoon enorm veel verschil ertussen. Het is veel meer toch ook een beetje een ego-strijd. Hoewel je dat niet wil, maar dat gebeurt toch. Ja. Want dan heeft. Ja, jawel. Je bent het. Wij als mannen worden gezien, de vrouwen zijn best wel getalenteerd bij ons in de klas, kunnen allemaal zingen. En wij als mannen worden een beetje als de underdogs gezien. En dan vinden we het juist leuk dat we iets hebben neer kunnen zetten, waardoor we kunnen laten zien van ja, kijk, wij kunnen ook wel wat. En dus daar zit die strijd toch nog wel. Zeker. Hard werken, hè? Mannen, hard werken, en dan kom je er wel. Zeker. Yes. Ja. Maar jullie, hè? Kijk, jullie zijn aan de gang gegaan met Marieke, geloof ik. Ja. Dat klopt, Marieke Klooster. En je zegt ook, we hebben grotendeels alles uit clichés opgebouwd. Ja, en ook wel eigen verhalen, dingen die er zijn gebeurd bij onszelf. Ook eigen. Tijdens het proces of ja, in je leven? Ja, tijdens het proces. Ook wat je vond van het vrouw zijn, die vraag moesten we ook allemaal beantwoorden. Eigenlijk hetzelfde als de mannen. En vanuit daar hebben we monologen opgebouwd en ook scènes gemaakt. En je noemt de clichés, je noemde heel specifiek de clichés. En als ik aan clichés denk bij vrouwen, waar moet ik bij jullie aan denken? Achterbaks. Ja, dat sowieso. Chagrijnig als we ongesteld zijn. Emotioneel. Ja. Oh, wacht. Over ongesteldheid gesproken. Een vraagje hoor. Je hoort altijd dat als vrouwen heel veel met elkaar omtrekken, dat hun ongesteldheid op de duur zink loopt. Ja, dat klopt.
Is dat bij jullie inmiddels ook het geval? Dat duurt wel heel lang. Ik heb het thuis wel, maar bij de voorstelling niet. Nee. Gaan jullie nog even door moeten werken voor dat resultaat? Ja, dat is een aantal jaar. Ik weet niet, dat heb ik eigenlijk niet zoveel verstand van. Niet gemerkt. Maar jullie spelen vanavond wel gewoon. Ja, dat kan. En uitverkocht. Om 21:30 alweer uitverkocht. Ja. Derde keer. Alweer uitverkocht. Dat klinkt heel erg goed. Ja. En jullie zijn er vanavond blij, toch? Ja. Ja, zeker. Grote verwachtingen van de vrouw? Ja, zeker. Grote verwachtingen van de vrouw. Heel veel verwachtingen. Ik heb iets gehoord over dat er bloot te zien valt tijdens jullie voorstelling. Ja, er gaan een aantal dames met de borsten bloot vanavond. Functioneel naakt. Ja, in het stuk zou je het kunnen zo zou je het kunnen noemen, inderdaad, ja. Dat klopt. Het is gewaagd. Ja, dat klopt. En wouden we alle vrouwen? Of is het echt een specifieke... Wouden alle vrouwen? Is het echt een keuze geweest van, nou, we willen het met z'n allen doen? Of zijn er echt één of twee mensen die het alleen durfden en de rest eigenlijk niet? Het was een voorbedachte scène. En er waren een aantal vrouwen die gelijk zeiden van, nou, dat lijkt me wel leuk. Ik wil dat wel proberen. En een aantal die twijfelden een beetje. In het begin hadden we een hele grote groep. En uiteindelijk besloten we toch om het iets kleiner te houden. En nou, dat zijn een aantal vrouwen geworden. Ja. En ik ga lekker niet zeggen. Dus als we dat willen zien, dan moeten we vanavond kijken. Ja. En jullie spelen jullie nog vaker? Dankjewel. Ik moet nog even een keertje. Je hebt ook groot gelijk. Ja. We gaan het trouwens. Ja, goed, mooi, maar ja, top. Ja? Spelen jullie nog vaker? Dit is de laatste keer, denk ik. Ja, dit is waarschijnlijk hoogstens de laatste keer. Ja. Maar daar is nog een beetje... Niet morgen nog? Ja, heel misschien, maar heel misschien. Ja. Voor iemand die zo vaak uitverkocht is. Ja, dat is allemaal maar te kijken. Het heeft te maken met audities en zo. Oh, oké, de vrouwen hebben druk. Ja. Ze zijn heel getalenteerd, hoor ik net. En qua jullie werken heel veel met clichés dus. Ja, het is heel cliché. Jullie voorstelling is dan wel afgelast, dat is kut, dat is jammer. Maar kun je toch nog iets vertellen over je voorstelling? Of waar het over ging? Waar ging het voor jullie over? Wat was het verhaal? Waar ging het voor jou over? Wat het is, het ging... Wow, ik plak. Ligt het aan mij of klinkt jouw stem echt heel erg... Ik moest gisteren... Ik ben de alfamannetje in de voorstelling. Ik doe net iets meer. Maar het gaat een beetje over het zoektocht naar mannelijkheid in de richting van... hoe zeg je dat goed? Ik ga gewoon uitleggen hoe de... Hoe het stuk een beetje in elkaar zit. Nou, we zijn gewoon jongens. We komen uit aarde. We komen als aardmensen eruit. Als nieuwgeborenen. Uit de vrouw, zijn baarmoeder. En we komen als kind de geboorte. Uit. Geboorte. De geboorte. Mannen komen uit baarmoeders, vrouwen niet. Nee, maar we komen dus eigenlijk soort van uit het aarde. En daaruit maken wij een reis van onze mannelijkheid. We komen... elkaar tegen, we komen onszelf tegen of zo van, wow, oh, dit is ons lichaam, die is anders, die is anders. Het ontstaan van de man eigenlijk lijkt het thema in de voorstelling te dat zijn. Dat vooral. Ja. En het leidt door tot de vrouw en van de vrouw komt het zo'n competitiemoment dat de mannen dan denken van, ja, maar wij willen de vrouw. Nee, ik wil de vrouw en vanuit daar dan klapt het eigenlijk allemaal in, een soort van min moment. En daaruit vinden de mannen zichzelf weer eigenlijk. Dus het is eigenlijk gewoon ik heb, een gooi. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat anderhalf week voor de première de hele voorstelling op de schop is gegaan. Dat was de keuze van meneer de regisseur. En wat vond je ervan? Dat was ik eigenlijk, klinkt dus raar, maar ik was er wel blij mee. Want ik zelf had ook een moment dat ik dacht van ja, ik weet nog niet zeker of dit wel echt... kan knallen. Maar het is eindelijk heel erg tof geworden. Ja, maar daarom juist. Ik vond het, misschien was het juist het beste dat het was omgegooid. Want we hebben nu iets neer kunnen zetten wat echt nog 10 keer beter is. En waar we echt trots op kunnen zijn. Dus ondanks dat het afgelast is, allemaal hartstikke trots. Ja, aan de andere zeker. Kant, vrouwen ook trots. Enorm. Nog één laatste vraag, omdat wij, heel gek op ben. Het WK, wie gaat er winnen? Wie wordt kampioen? Nederland. Nederland, allemaal Nederland. Ik heb vertrouwen. Dit is de mooiste tafel. Ik ben echt niet wie er vanavond spelen. ga gewoon lekker naar de zaal, dan kun je het zien. Oh, maar jij hebt toch verloren 4 jaar geleden. Nou, dank jullie wel voor jullie komst. Hartstikke fijn. Fijn dat jullie er waren. En we gaan nog een muziek luisteren. We gaan nog muziek luisteren van een 4-jaar muzikant. En dat is van Ginger Beard. Applaus. Thank you.
me into molds of arms and legs and sawed me thin. As my head popped into life, one thought jumps into my mind, this might just turn out alright. You could be my puppeteer and I'll be your Pinocchio, even though there's no strings attached. You could make me sing and dance, put on a show for all the world to see, but not for me. 'Cause I'm a wooden man. The imperfections laying in my twigs, and polish all my nooks so that bad weather can't abuse my newfound wits. Dress me in a coat of paint so that everyone can say it's going to be a joyful day. You could be my puppeteer and I'll be your Pinocchio, even though there's no strings attached. You could make me sing and dance, put on a show for all the world to see, not for me. You could be my puppeteer and I'll be your Pinocchio, even though there's no strings attached. You could make me sing and dance, put on a show for all the world to see, but not for me. 'Cause I'm a wooden man. I'm a wooden man. I'm a wooden man. I'm a wooden man. Yes, I am. I'm a wooden man. En dat was Ginger Beard. Prachtig nummer. De laatste gast is net aan tafel gaan zitten. Is net gelukt, hè? Rick, wie hebben we aan tafel zitten? Wij hebben Sarah Lukke, vierdejaars artiest, ja. Heeft haar afstudeervoorstellingen gespeeld. We hebben Nico en de man aan tafel, heeft ook zijn afstudeervoorstellingen gespeeld. En Maaike Dees, ja. Die heeft ook haar afstudeervoorstellingen gespeeld. Ja. En dan brandt mij één vraag op de lippen. Zijn jullie geslaagd? Ja. Nou, dankjewel voor het invullen. Ja. Inderdaad. Ja, alle drie? Ja. Ja. Applausje. Fijn, hè? Dat is in ieder geval een positieve sfeer aan tafel. Ja, in ieder geval fijn. Sarah, laat ik met jou beginnen. Ja. Jouw afstudeervoorstelling. Ja. Waar ging die over? het ging over drie mensen die hun gevoel voor eigenwaarde waren verloren. Dat is mijn eigen interpretatie, want het was een bestaand stuk. Welk stuk heb je gespeeld? Hans van der Boom, Goed uit Oostende. En zij spraken niet over wat ze hadden meegemaakt, waardoor ze het niet konden verwerken. En ja, daar ging het eigenlijk over. Ja. Oké. En jij hebt, ja, stel je vraag. Drie mensen, zeg je. Ja. Dus je hebt het niet alleen gedaan. Nee. Ik had twee andere spelers. En wie waren dat? Jorrit Boonstra en Suus van Wijk. Oké. En die ken ik van De Steeg. Ah, vandaar. Ja. En wat heb jij gedaan? Jij hebt alleen gespeeld, je hebt ook geregisseerd, ook geregisseerd, ja. Alle twee. Oké. Gaan we even door. Nico, ook gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dankjewel. Zelfde vraag, waar gaat jouw voorstelling over? Waar ging jouw voorstelling over? Mijn voorstelling ging voornamelijk over mezelf. Dat was een soort van Nico Endermans show. Ik heb namelijk tijdens mijn opleiding hier heb ik vaak te horen gekregen dat ik mezelf wat meer moest openstellen naar de klas toe, hè, qua persoonlijkheid. En dat heb ik gedaan. Ik heb iets over mezelf verteld. Wat heb je verteld? Dat ik misschien, hoe leg ik het uit? Dat de onzekerheden die mensen misschien altijd hebben, dat het en het denken dat mensen altijd verschillen van andere mensen, dat het eigenlijk niet klopt. Want iedereen denkt te verschillen van anderen, maar eigenlijk zijn we best wel veel hetzelfde.
Iedereen is een individu. Yes. Maar je bent dus op zoek gegaan eigenlijk naar jezelf dan? Nee, niet zozeer op zoek gegaan naar mezelf. Ik heb een soort tijdlijn verteld van mijn eigen. Van je eigen leven? Ja, precies. Dat had je daarvoor nooit gedaan? Dus nee, niet op zo'n theatrale manier inderdaad. Nee. Dat zijn toch meestal artiesten, dat zijn hele uitbundige types. Die gooien eigenlijk alles een beetje uit wat erin zit, of niet? Ja, nou, niet iedereen is blijkbaar... Bij jou is dat heel veel... Nee, nee. Heeft u wel drie mensen aan tafel die dat niet zo hebben? Oké, drie stille, drie denkers. Drie denkers. Ja. En de laatste gast, Rick. Ja, Maaike. Ja, Maaike, waar ging jouw voorstelling over? Stel de vraag. Mijn voorstelling heette Help, ik ben een vrouw. En ging over een vrouw die haar man verloren was, maar die er eigenlijk zo van getraumatiseerd was dat ze dat zodanig had weggestopt. En iedere dag weer herleefde van, goh, een dingetje doen, huishouden doen. Mijn man komt niet op dagen, waar blijft hij nou? Hij heeft me verlaten en dan gaat ze steeds weer door dat hele riedeltje... ligt het aan mezelf, ligt het aan mij als vrouw? Is dat het heel moeilijk als zichzelf als vrouw? Want ja, hij heeft me verlaten omdat ik een hele moeilijke vrouw ben. Of ligt het aan een man? Hoe zitten die mannen nou in elkaar? Ik denk dat het ook best aansluit tot die vrouwenvoorstelling. Zeg maar, het gaat ook echt over mannen en vrouwen en de psyche van een man en de psyche van een vrouw. En waar gaat het nou precies mis? Dus dat is, ik vond het wel heel interessant. Dus, is het een bestaand stuk? Nee, ik heb het zelf geschreven. Zelf geschreven? Ja, nou, heel erg geïnspireerd op... ik laat me altijd heel erg inspireren door... Nou, ja, dus heb ik een monoloog bijvoorbeeld gemaakt met alleen maar vertaalde songteksten, zeg maar. Die ik gewoon het afgelopen jaar, steeds als ik een leuk mooi zinnetje vond uit een liedje, schreef ik die op. En al die zinnen bij elkaar heb ik zo een beetje gepuzzeld en dan krijg je een mooie monoloog die wel klopt, zeg maar. En ja, dat soort dingen. Oké, okay, dus dan krijg je een stukje van Rosanne en dan een stukje van Jan Smit. En nee, dan... nou dat dan weer niet. Nee, dat is dan niet echt mijn muziekgenre waar ik in heb gezocht, maar... Wat is nou een nummer wat jij opzet als je echt, als je echt kut voelt? Oh jee. Ik weet het zo snel niet. Ik kan niet zo goed denken onder druk. Okay. Als je nu een liedje had opzetten, welk liedje was dat dan geweest? Die staat ze ook te stellen nu. Want als je onder druk voelt, dan had je nu ook een liedje kunnen aanzetten. Ja, pressure. Nee, pressure. Nou, klaar. Dat was een nummer. Nee, maar ik heb heel veel muziek geluisterd voor het hele stuk, zeg maar. Ik heb me echt geschreven op muziek. Als ik echt muziek luister muziek daardoor. Is echt jouw inspiratie geweest. Ja, want ook omdat zij gaat door de 5 stadia van rouw. Ja. En nou ja, dan heb je dus ontkenning en dan heb je woede en dan heb je depressie en dan heb je acceptatie. Dus ik heb een hele gevarieerde afspeellijst. Dus elke keer als er een nummer kwam, dan, oh wacht, dus inspiratie voor die fase, oh, inspiratie voor die fase. En dat, ja, dat werkt mij heel goed. En het was ook een one-man show en jij had het volledig eigenlijk over jezelf of over je eigen leven. En jij dan niet per se. Nou ja, kan ik wel heel veel inspiratie halen uit mezelf. En ik heb mijn klas gewoon met allemaal meiden even bij elkaar getromd van, joh, meiden... Wat snappen jullie nou niet aan mannen en wat snappen mannen volgens jullie niet aan vrouwen? Je hebt het alleen, je hebt vrouwen gevraagd. Nee, maar ik heb de mannen ook even gevraagd. Okay. Goh, mannen, wat snappen jullie nou niet aan vrouwen en wat denken jullie dat de vrouwen niet snappen aan de mannen? Wat kwam daaruit? Daar ben ik heel benieuwd naar. Mannen zeiden vaak dat mannen gewoon simpel zijn. Vrouwen snappen niet dat mannen simpel zijn. Ik ga bij die supermarkt boodschappen doen. Vrouwen denken meteen, waarom gaat hij daar boodschappen doen? Vindt hij die cachère leuk? Oh jee. Ja, hij denkt, ik kom er gewoon langs mijn werk, weet je. Toen ik van mijn werk kwam, ik ga daar boodschappen doen. En zo denken vrouwen, wij denken veel te ver vooruit. En vanuit de vrouwen naar de mannen was het vooral... Wat was het? Ja, niet luisteren. Dat ze niet snappen dat wij heel graag bevestiging nodig willen. Sorry, wij willen graag bevestiging. Oh jongens, dat is heel flauw. Dat is een inkoppertje. Dankjewel, je had in mijn show moeten spelen. Man. Ik ben blij dat je hem zelf zo grappig vindt. Ja, dat is heel erg. Het helemaal echt af. Echt heel erg. Ja. Nou ja, dat is. Even voor de verdediging hoor, aangezien wij allebei geen return hebben, maar jij waarschijnlijk wel. Zijn wij simpel? Zijn mannen simpel? Weet ik niet. Kun je denk ik het beste zelf beantwoorden of niet? Nee. Dankjewel, dat is ook een ding. Nou, ik heb het wel heel... Tuurlijk, er zijn altijd wel uitzonderingen, hoor. Dat weet ik ook wel. Maar ik heb nu wel heel erg op zijn cliché en stereotypen gepakt. En hebben jullie ook bij elkaar gekeken? Ik heb wel bij Maaike gekeken. Nee, ik heb helaas niet, want ze waren gisteravond en ik kon heel veel voorbereidingen te doen voor mijn eigen stuk, dus ik heb helaas niet gekeken. Jij hebt bij niemand gekeken? Nee, ik heb hun twee niet gezien, want zij waren de laatste gisteravond en toen moest ik echt naar huis. Ja, de eerste twee van gisteren heb ik wel gezien, maar... Dat is weer net toevallig, dan kun je weer helemaal niks meer vragen. Ja. Wat vonden jullie van elkaar? Daar ben ik ook echt benieuwd naar. Ja, verrassend. Ik wist dat ze het over vrouwen en mannen ging doen. En ze startte op met mopjes.
Ze vertelde moppen over... Ja, hele flauwe man. Vrouwen kunnen over toch eigenlijk geen mop vertellen? Nee. Nee, dat was dus ook de grap. Het waren ook... Waren de grappen ook niet grappig in dat geval dan? Of? De vierde was grappig. Ze hadden grappig kunnen zijn. Het was grappig omdat ze constant weer terugkwamen. Omdat de grappen slecht bleven, werd het op een duur mee van maken. Is dat ongeveer wat ik hoor nu? Of dat zit je me nou steeds te herhalen? Ik dacht, probeer het maar. Sorry, ik dacht, ik geef je wat bevestiging. Ja. Ik kon het proberen. Maar ja. vond je het nou ook echt goed? Of vond je het niet echt goed? Ja, ik vond het goed. Je vond het echt goed? Ja, ik heb genoten. Oprecht. Ja, ik kan natuurlijk ook niet zeggen dat we het bagger vond. Nou, nee, dat is interessant geweest voor dit gesprek. Ja. Ik wil jullie toch even horen. En jij, heb jij ook bij iemand gekeken? Ja, ik heb ze alle twee gezien. En ik ben erg onder de indruk van mijn klasgenoten. Echt, wie was de beste? Politiek correct. Ja, wie was de beste? Ja, dat vind ik... Het is zo divers allemaal. Zij heeft een bestaansstuk wat vrij... redelijk abstract is ook nog wel. En jij vertelt eigenlijk ook iets over jezelf. En ja, dat is niet met elkaar te vergelijken. Dat kun je echt niet, kun je ook niet maken, denk ik. Om het met elkaar te gaan vergelijken. Dus drie mensen die afgestudeerd zijn. Dus die mensen die hartstikke trots op zichzelf kunnen zijn. Wat gaan jullie doen? Loopbaan tegemoet gaan, wel ik ga zeggen, maar inderdaad, jullie loopbaan. Wat gaan jullie doen? Jullie hebben allemaal jullie diploma straks. En dan? Ja. En dan, ik ben van plan om richting Utrecht te gaan. En daar wil ik eerst een jaar dramatherapie gaan doen. Maar ik wil eigenlijk doorstromen naar de universiteit om theaterwetenschappen te studeren. Dus dat je blijft in het vak? Ja, ik wil dan wel daarnaast nog wel proberen om inderdaad te blijven toneelspelen, maar ik wil heel graag die andere kant ervaren. De theorie achter het. Ja, dat heeft me ook altijd heel erg geboeid. Ja. Dus dat hoop ik dat het kan. Nico? Ik ben van plan om naar Amsterdam te gaan, aan de filmacademie voor regisseur documentaire. Lijkt me heel interessant. En daar heb ik nu mijn zin op gezet. Ja. Ja, maar ook dus niet spelen per se. Nee. Er zijn al twee mensen die niet gaan spelen. Ben ik heel benieuwd naar jou, Sarah. Ik wil wel heel graag spelen. Jij blijft lekker spelen. Ik blijf lekker spelen. Gelukkig maar. Ik ga volgend jaar heb ik geen opleiding. En ik wil zoveel mogelijk productietjes gaan doen en audities doen om te wennen aan het auditie doen. En je wilt audities gaan doen om te wennen aan het auditie doen? Ja. Als je per ongeluk wordt aangenomen. Ja, dan ga ik het ook doen. Ja, ga ik het ook doen. Een heel goed excuus om de drempel eraf te halen voor het auditie doen. Ja. Ja, dat is heel slim. Ja. Laatste vraag. De belangrijkste vraag. Ja. Wie gaat het WK winnen? Groningen. Groningen. Ja. Oh, wat ingestudeerd. Nee. We gaan onze gasten bedanken, hartstikke fijn. En we gaan over naar een mopje muziek. Wederom Ginger Beard. Ginger Beard. Old man standing in town square. Saying, hey, may I walk with you? Alone I get so scared. Take a look at my elfish shirt. My other's in the laundry bin, still covered in dirt. My name is Jimmy, I live in a home. And I'm not allowed to walk alone. So I'm walking with Jimmy, showing him all the sights of town. Walking with Jimmy, just because Jimmy sticks around. I'm a stranger, I'm his friend. He puts his whole world in my hands. Walking with Jimmy, just to keep him company. And Jimmy takes me by the hand. And I follow him where he may go. He treats me like I'm Superman. The village acts like it is blind. Like he's a hobo, a Jimmy Slow-Mo. He's got Heartbreak Hotel on his mind. Small talk about the weather and his record collection. That's quite possibly the best I'll ever see. As we walk into the night, I see the twinkle in his eyes. That's why I'm walking with Jimmy, showing him all the sights of town. Walking with Jimmy, just because Jimmy sticks around. I'm a stranger,
I'm his friend. He puts his whole world in my hands, walking with Jimmy just to keep him company. Walking with Jimmy just to keep him company. Walking with Jimmy, there is still a lot to see. Dat was Ginger Beard. Ginger Beard, wat is je echte naam? Ik neem aan dat het je echte naam is. Nee, klopt. Mijn echte naam is René Dijk. René Dijk. René, hoe kom je aan die artiestennaam? Waarom Ginger Beard? Ja, het WK, hè? Het WK. Ja, het WK. Helemaal de goede kant op. En jij studeert ook af op het Impress Festival? Nee, ik studeer volgend jaar pas af. Je studeert volgend jaar pas af? Ja, ik ben derdejaars. Maar ik heb wel gehoord dat je bezig bent met een show of met liedjes en met teksten. Ja, klopt. Ik maak tegenwoordig muziektheater. Ik heb net mijn eerste show hier gespeeld op het Impress Fest. Dat was Excuses voor het Ongemak. Ja. En nu ga ik in de zomervakantie bezig met schrijven voor mijn nieuwe show. Waarop ik ook nieuwe onderwerpen ga aanspreken en nieuwe liedjes. Een beetje kleinkunst, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja. Oh, en je doet dan de teksten nu, maar je doet ook de liedjes. We hebben net een paar liedjes gehoord, die zijn in het Engels. Je teksten klopt. Gewoon in het Nederlands. Ja, dat wel. Ja. En de inspiratie voor de liedjes, waar haal je die vandaan? Ja, die haal ik eigenlijk gewoon uit dingen die je normaal tegenkomt. Ik schrijf heel graag verhalen in plaats van echt popliedjes. En nou, Walking with Jimmy gaat bijvoorbeeld over een verstandelijk gehandicapte die ik ooit een keer tegenkwam in mijn dorp. Vond ik wel een mooi verhaal. Heb je een mooi lied voor geschreven? Ja. Zeker een mooi lied. En volgend jaar studeer je dus af. En dan hopelijk op het Impressfest of ergens anders. Nou, misschien beide wel. Misschien beide wel. Ja. We gaan nog veel van je horen. Dankjewel. Dit was Ginger Beard. En dan gaan we over naar Rick bij de bar. Ik sta natuurlijk ik er zelf ook nog bij. Dus ben je snel, jongen. Ik kan rennen, jongen. Dat wil jij niet weten. Springt er over die bar heen. Ja, dat was alweer de laatste. Dat was alweer de show voor vandaag. Ja, voor vandaag. Yes. Dat is ja. Ook de laatste show van de dag, want we doen vandaag maar één, want wij gaan Holland kijken. Ja, klopt. Ik denk, ik zet even een hoedje op, en dan ben je niet de enige die voor lul loopt. Dat doe je tenminste weer mee. Ja, dat doe je tenminste weer mee. Wat denk je dat het scoren gaat worden? Moeilijk. 2-1 voor Spanje. Ja, wat denk jij? Je zet in op verlies voor Nederland. Ja, nou ja, oké, 3-0 Nederland. Ik ga voor 2-1 voor Spanje. Oké, ik wil graag al onze gasten bedanken voor vanavond. Yes. Ginger Beard natuurlijk. En tot morgen. Tot morgen. Yo. Doeg!